En daar aangekomen neemt Marcel Vondeling plaats op de tribune samen met zijn zoon. Hij is nog te veel geblesseerd en kan niet in actie komen tegen Dovo. Sowieso veel geschorsten en geblesseerden bij ARC. En dan is het begin ook nog eens funest, want hier is Dovo de nummer 2. En het is gelijk raak. Colin Broers zet de bezoekers op voorsprong. En dat kan ARC niet gebruiken. Winst is dus noodzakelijk en dan is dit een valse start. De fout van de Looijenstein. Gaat Dovo dan gelijk profiteren? Gaat het dan gelijk 2-0 worden? Nee, slordig uitgespeeld van de bezoekers naar die fout van Looijenstein. Anders had het al vroeg in deze wedstrijd afgelopen kunnen zijn. ARC dan, goede bal, randje buitenspel. Is hier het doelpunt van Ommel. Hij wordt knap weggestuurd en blijft dan cool. Zet ARC op gelijke hoogte. En dus is het weer spannend. En de berichten vanuit Amsterdam komen dan door. Volendam daar op een ruime achterstand. En dus weet ARC dat het bij een overwinning een beslissingswedstrijd heeft afgedwongen. Van den Berg is zijn tegenstander te snel af. Van den Berg nog altijd. Van den Berg gaat schieten op de paal. En daar is ARC dicht bij de voorsprong. In de tweede helft dan weer ARC. Veel ruimte aan de rechterkant. Bij Den Hoorder. Den Hoorder is zijn tegenstander knap kwijt. Den Hoorder nog altijd, schiet zelf. Alsnog de kans voor Groenendijk, maar hij wil er niet in. Het gevaar is nog niet geweken. Hier is Groenendijk weer. En dan lijkt het gevaar voorbij. Alhoewel, hier is ARC weer. Schmand aan de linkerkant is Van den Berg. De redding is het dan voorbij. Nee, er komt de bal weer bij Schmand. En dan heeft Dovo die bal eindelijk weg. ARC zou moeten profiteren van deze ruimte. De kansen die het krijgt. Daar zijn ze weer. De mannen van interimtrainers Remco Tuinenburg en Rob de Lange. Looijenstein mag ver komen, mag schieten en mag scoren. ARC op voorsprong. En dat is de voorsprong die de ploeg nodig heeft voor lijfsbehoud. Althans, voorlopig om niet direct rechtstreeks te degraderen. Bij deze stand, met de wetenschap dat Volendam nog altijd ruim achter staat, gaat er een beslissingswedstrijd komen tussen beide ploegen. Hier is ARC weer. Geen buitenspel blijkbaar. De ingevallen Samsom en ook hij scoort. Wat een droomverhaal voor hem. Samsom, jeugdspeler, A-junior, maakt zijn debuut in deze wedstrijd als invaller. En hij maakt ook gelijk zijn eerste doelpunt voor ARC. Het is niet vele gegeven scoren bij het debuut, maar Samsom doet het. En dan lijkt de wedstrijd beslist. Zeker omdat Dovo niet meer zo nodig moet. Daar is ARC weer. Ommel behoudt het overzicht. Geeft de bal breed op Schmand. En dan is het 4-1. Is het beslist. En weten ze bij ARC dat die beslissingswedstrijd er gaat komen. Dinsdag gaan zij Volendam ontmoeten. En gaan ze een onderling duel uitmaken. Wie rechtstreeks degradeert. En wie via de nacompetitie mag proberen om in de hoofdklasse te blijven. Het is afgelopen. ARC wint mede dankzij een doelpunt van die debutant van Samsom. En die had een heel speciale voorbereiding. Ik dacht, ik neem even een paar biertjes. Gewoon omdat ik dan lekker zo slaap. Dus ik heb gisteravond even bij vrienden gezeten. Een paar biertjes gedronken en toen ik heb heerlijk geslapen. Je vertelde net al even dat je al droomde over deze goal. Ja, ik lag gisteravond voordat ik ging slapen, lag ik even in bed. En ik zat gewoon even een droomscenario voor me te zien. Ja. En ja, dat was Volendam achter en dan zelf een van de belangrijkere doelpunten maken. Nou, dat lukte met de 3-1. Toen was het gelijk klaar eigenlijk. Wat een Houdini-act van jullie. Ja, mag ik wel zeggen. Maar ik wil erbij zeggen toch, geloof is er altijd geweest. En dat het zo uitpakt. Ja, het is alleen maar leuk. Hoopstrijd is geweest met die jongens. Er zat er ook wel voetbal in bij Vlagen. En ik had wel een beetje het idee dat Dovo het ook wel geloofde in de tweede helft. Maar ja, je bent toch blij dat hij 2-1 valt. Want ik dacht eigenlijk begin van, nou, we willen hem gewoon niet inschieten. En ja, 2-1, 3-1. En dan zie je toch wel van dat alles makkelijker gaat. En ja, een mooie overwinning voor de jongens, dat zeker.